overweldigend. Echt een must om dat te komen bekijken. Muzikaal bijzonder sterk. We hebben de lat hoger gelegd en we zijn er vlot over gesprongen. Prachtige kostuums, mooie stemmen, mooie mensen, leuke sketchjes. En dan heb je nog eens die de komische timing van een Patrick Onzia, van een Dirk van Voren uiteraard. Het wordt ieder jaar beter en beter. Met wie heb ik het genoeg? Wie bent u? De Klungelaar. De Klungelaar. Wilde hij liever even vroeger repeteren? Of in niet eens mijn show zitten? Ik vond het echt fantastisch. Ik ben echt van mijn sokken geblazen. Het is zo leuk. Het is een fantastische show. Margriet is een verademing. Alsof dat ze het al jaren doet. Het is ongelooflijk. Lekker bij de handen. De winterrevue is één groot feest en er zit ook voor iedereen iets in. Helle, Laurens, Jante en dat ensemble die dansen en zingen, fantastisch. Die combinatie van zang en dans, dat is gewoon waanzin. Mensen moeten gewoon komen kijken omdat dit het feest van 2022 en 2023 is. Zorgen vergeten, even 2 uren lang gewoon genieten van dit spektakel. Het leuke is dat alles kan en alles mag in zo'n show. Je hebt glitters, je hebt pruiken, gigantische pruiken, kostuums, alles kan. Alles zit daarin, daar zit theater in, daar zit muziek in, daar zit dans in. Dat is de meest complete show dat er eigenlijk gemaakt is, revue. Ik ben jaloers, ik zou er wel tussen staan. Ik denk als de mensen volgend jaar een gezond jaar tegemoet willen gaan, dan moeten ze hier daar al aan komen werken.